Een podcaster is een presentator die audio-uitzendingen opneemt en maakt door middel van webfeeds. Het is een beroep dat door de toenemende belangstelling van het grote publiek voor podcasts snel in populariteit is toegenomen. Een podcaster heeft de mogelijkheid om op een relatief eenvoudige manier doelgericht een bepaald publiek te benaderen. Een podcaster richt zich bij het maken van een podcast vooral op audio. Toch zijn er ook podcasters die audio met video combineren. In dat geval wordt de podcast gemaakt met beeld en via internet beschikbaar gesteld. Audio-podcasts zijn te beluisteren via MP3-spelers, maar de luisteraars maken veelal gebruik van een smartphone of pc. Een podcaster zorgt voor een goede voorbereiding voor de audioopname. Bijvoorbeeld door een bepaald thema of specifiek onderwerp centraal te stellen en daarvoor een professional uit te nodigen of een deskundige die onderdeel is van de podcast. Er zijn allerlei thema's en onderwerpen geschikt om een geluidsbestand van te maken. Denk maar aan een podcast over politiek of aan sport net als aan muziek of boeken. Het is ook mogelijk dat een podcaster een geluidsbestand creëert in de vorm van een luisterverhaal. Een podcaster kan elke aflevering een ander thema behandelen, maar het komt ook voor dat er sprake is van een serie die op hetzelfde onderwerp betrekking heeft. Het voordeel van een podcast is dat deze altijd te beluisteren is. Het is een geluidsbestand dat naar eigen inzicht op een willekeurig moment gestart kan worden. Het is natuurlijk wel belangrijk dat een podcaster voor de doelgroep interessante onderwerpen behandelt. Bovendien is het belangrijk om met de tijdsindeling rekening te houden, want een podcast duurt gemiddeld tussen 30 en 60 minuten, hoewel er ook veel kortere geluidsuitzendingen mogelijk zijn.